Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland, maar wat we niet kunnen zien op de satellietfoto is dat er nog steeds grote verschillen zijn in de temperatuur. In het noordoosten ligt de kwik nog steeds rond het vriespunt en daar is het in de eerste ochtenduren nog steeds spiegelglad door ijzel. Maar de zachte lucht dringt wel op, want in de rest van het land is het al zo'n 5 tot 7 graden. In de loop van de middag gaat het ook nog eens flink regenen. Dan wint de zachte lucht verder terrein. En dan wordt het uiteindelijk 3 in het noorden en 8 graden in het zuiden van het land. Er gaat veel regen vallen en het gaat langdurig regenen. Vanavond wordt het in de loop van de avond even wat droger. Maar in de nacht volgt dan alweer een nieuwe bak met water. Uiteindelijk valt er vandaag en morgen zo'n 20 tot plaatselijk zelfs 40 mm regen. Maar zoals gezegd, de regen gaat samen met zeer zachte lucht. Morgen wordt het zelfs 8 tot 13 graden. Morgenmiddag wordt het dan vanuit het westen geleidelijk droger. Kijken we dan naar het weer van maandag, dinsdag en woensdag, dan zien we dat er nog steeds van tijd tot tijd regen valt. Meeste regen valt maandag en dat vooral in de ochtend. In de middag is het weer droger en blijft zeer zacht. Ook dinsdag is er amper ruimte voor de zon, maar op tweede kerstdag lijkt de zon wel af en toe door te breken, dan bij 7 graden. Bij Michiel Severin van Weerplaza.